Poh. Ja, dat is mijn merk. Kikken. Kik, de studievereniging van het CMI Instituut aan de Hanse Hogeschool Groningen. Een plek waar studies samenkomen zoals communicatie, CMD en IC. Maar wat is nou eigenlijk een studievereniging? Een vereniging is ook wel bedoeld voor de netwerk en gezelligheid. Maar we zijn niet de studentenvereniging zoals je deze kent in de stad. We organiseren wel educatieve activiteiten, maar uit de praktijk blijkt nog wel dat de gezelligheid overheerst. Februari 2006 is KIK opgericht. KIK staat ook wel voor Kien in Communicatie. Sindsdien zijn we al naar 800 leden gegroeid. En afgelopen jaar hebben we ons 15-jarig bestaan gevierd met een Lustrumweek. Studievereniging KIK brengt studenten samen, maar dat is natuurlijk niet het enige. KIK organiseert superveel activiteiten. Bij KIK krijg je vrienden voor het leven. Wanneer je actief wordt, staat het ook nog eens goed op je cv. We doen niet aan ontgroeningen. En? Iedereen is welkom bij KIK. Hoe kan je actief lid worden binnen KIK? Voordat we je dat uitleggen, gaan we eerst de stamboom van KIK laten zien, want dat is nogal een constructie. Studievereniging KIK wordt bestuurd door het bestuur en deze verandert elk jaar weer. Het bestuur bestaat uit maximaal 6 studenten en deze vervullen meerdere functies. We hebben een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een extern coördinator en een intern coördinator. De intern coördineert alle leden binnen de vereniging. Zo hebben we binnen KIK algemene leden en actieve leden. Algemene leden zijn studenten die lid zijn van KIK en hiervoor kortingen krijgen op de samenvattingen, activiteiten, reizen en uiteraard welkom zijn op de maandelijkse borrels. Maar om alles te realiseren hebben we natuurlijk ook mensen nodig die het organiseren. Hiervoor hebben we de actieve leden. Zonder hen geen KIK. Als lid kies je begin van het jaar een commissie waar je graag aan deel wil nemen. Hier kan je voor solliciteren bij de intern coördinator en zij zal je plaatsen in een van de 12 commissies die KIK op dit moment telt. Op dit moment zijn de commissies die we hebben de Almanac-commissie, Alumni-commissie, Binnenlandse Reiscommissie, Buitenlandse Reiscommissie, de Introductiecommissie, KIK International, Professionele Activiteitencommissie, Promotiecommissie, Redactiecommissie, de Sociale Activiteitencommissie, Studio KIK en de Wintersportcommissie. Wil je hier meer over weten? Kijk dan onze video's over de commissies. In een commissie zitten ongeveer tussen de 4 en de 8 commissieleden. Waarvan 1 de voorzitter en hij of zij zou dan ook de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het komende studiejaar. Met deze commissie ga je je beste studententijd tegemoet. Vaak ga je elke week vergaderen over al jullie werkzaamheden. Daarna ga je lekker borrelen en andere leuke dingen doen. En leef je natuurlijk toe naar alle activiteiten die jullie gaan organiseren. Je kunt ons altijd vinden in het KIK-kantoor op D112. Our safe space. Haha. Haha.